Maar we gaan beginnen. Ik hoop dat u vanmiddag even heeft gekeken naar de military in plaats van naar de strandrace met de motoren. En ik zou eigenlijk willen voorstellen dat die hindernissen door de bouwer, de hindernissenbouwer Stappentree of Stokkentree, heet die man, hoe bestaat het met die naam, dat die hindernissen ook gelden voor de ruiters. Dus dat er balken zijn waar ze met hun kop tegenaan kunnen knallen, dat niet alles aan die paarden wordt overgelaten. Goed. Dat zou ik willen voorstellen. Ik stel voor dat we de week er snel doorjassen, want tot 11 uur zijn de sterrenwachten open. Daar wou je nog heen. Oké. Welkom bij Cake op de Week. Eerste jaargang nummer... De algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. 3 dagen zouden de dames en heren vergaderen over de grote lijnen. Mm-hmm. En waar blijven ze over kissenbissen en hakketakken en comma copuleren? Hierover dus? Nee, er staat in de troonrede dat het land is schoner geworden, met name water en lucht. Dat betekent, deze formulering houdt dus in dat het over de hele linie schoner, het meest bij water en lucht. Voorzitter, ik wil niet flauw worden, maar nu... De geachte afgevaarde heer Voorhoeven pleegt er in zo'n situatie vandalen bij te halen. Als er staat met name, dat is een specificatie, een intensivering op bepaalde punten, vanuit de vaststelling dat het over de hele linie al het geval is. Nee, is dat is Nederlands. Is niet het geval? Nee, dat is niet het geval. Dat is niet het geval. Het woord met name in Nederlands betekent een specificatie waar iets het geval is. Met name water en lucht. Dat betekent dus dat er bepaalde verbeteringen zijn, die zijn zichtbaar. Mij is immers inmiddels gebleken dat ik bij het bepalen van de tekst uitgegaan ben van Van Dalen's groot woordenboek der Nederlandse taal in de editie van 1982, zoals die zich in het torentje bevindt. Inmiddels is er een nieuwe Van Dalen die aangeeft dat in ons taalgebruik met name een andere betekenis heeft gekregen. Vandaar mijn ruiterlijke erkenning. We zullen dus een nieuwe Van Dalen aanschaffen. En verder, meneer de voorzitter, kan ik de geachte afgevaardigde, de heer Van Milo, dus eigenlijk in het kader van dit debat geen betere verontschuldiging voorhouden dan deze, dat ik kennelijk niet alleen erg gehecht ben aan de waarde van de natuurterreinen, maar ook van het klassieke Nederlands. Juist. En dat heet een debat. Dat heet een debat. Toch parlementaire milieuvervuiling. Ja. Ga ik iets over zeggen? Graag. Is toch te gek? Stralend kissenbissen over 0, niks. Met name betekent... Wat is nou het concrete resultaat van 3 dagen bakkeleien? Voor het milieu is op dit moment 10 miljard gulden nodig. Ja. Het milieu krijgt 100 miljoen gulden extra. Maar ook 100 miljoen gulden voor nieuwe wegen. Dus dan kan je zo tegen elkaar wegstrepen. Ik moet er echt op... Doe je niet vanwege het milieu, hè? Wim, ik kots volmondig met je mee, maar het is nu tenminste een onderwerp. Vanmiddag was het milieu in de persoon van Nijpels in het Capitool. Gisteravond haalde het milieu zelfs een komische serie in de persoon van Nijpels. Het is een onderwerp. 100 miljoen is natuurlijk niks. Je koopt er amper 7 Braziliaanse spitsen voor. Maar in Brazilië heeft de president gezegd... We stoppen met het kappen van die regenwouden. Daar kappen we mee. Daar wel. Daar wel. Ja, nou, dus maar wat gebeurt er in onze bossen? Over naar... Ja. Kijk op de week Bulle van Berkel met een nieuw milieuschandaal. Goedenavond. U bent live en rechtstreeks verbonden met zomaar een bos ergens in Nederland. Een bos waar het nu doodstil zou behoren te zijn. Maar steeds vaker wordt de stilte in de Nederlandse bossen doorbroken door deze geluiden. En vroeger dacht je dan, de boswachter is aan het werk. Maar steeds meer mensen zetten hun tanden in het Nederlandse boombestand. Zo is het toch, hè, meneer Van Dungen? Zo is het inderdaad. En dat is een belachelijke zaak. En dat kan ook helemaal niet wat hier gebeurt. Omdat eigenlijk 1 november gaat het zaagseizoen pas officieel lopen. Dus dat kan helemaal niet gezaagd worden. Als er gezaagd wordt, dan wordt er gezaagd door 3 groepen. U moet onderscheiden de mensen van staatsbosbeheer, dus de profzagers. Dan is er een groep van bonafide amateurzagers. En daarnaast zijn er dan wat wij dan noemen de boomstropers. Dat zijn wilde zagers die gewoon voorkomen onwillekeurig in de wilde weg een beetje gaan staan zagen. Hier zijn ze ook weer geweest, kennelijk. Hier, kijk, het is nog warm. Zonder zuurstof kunnen wij niet leven. Bomen en struiken leveren zuurstof. Het in het wilde weg zagen van bomen, nog door niemand gesignaleerd, doet een even ernstige aanslag op ons milieu dan overbemesting en zure regen.
Ik geloof dat deze zaak... Mag ik even opnieuw beginnen? Ik geloof dat deze zaak een psychologische zaak is. Kijk, op een gegeven moment hadden alle Nederlandse mannen elektrische boormachine. Was vol. Er wordt een nieuw gat in de markt gecreëerd, de motorzaag. Als nog sterker substituut, als wapen. Dat komt eigenlijk op neer. Nou, motorzaag moet je ermee doen. Heb je boompje in je tuin, en zo om. Ja, boompje om. Dan kan je tuin en weblementje nog een beetje inkorten van alle pootjes zo een stukje afzagen. Heb je het gehad. Nou, dan staat die motorzaag daar, moet je toch iets mee doen. Dan gaan ze het bos in. En dan ga je die boomstroppers die als gek in de weer gaan. En dan ga je al die zaag uitwassen. Dat is eigenlijk de stand van zagen. Ik woon op een bovenhuis en daar heb je niks te zagen. Ja, een balkonnetje, dat leidt niet iets of zo af. Maar hier in de vrije natuur kan je lekker zagen. Die van mij, dat al 33.000 tandjes per minuut. En dan wou ik de carburateur van zijn erop zetten. En dan heb ik gehad, dat is ook boven. Zomaar een winkel, in zomaar een straat, in zomaar een gemeente, ergens in Nederland. Zonder vergunning en zonder legitimatie werd ik voor 1000 gulden de bepaald niet trotse eigenaar van deze kettingzaag. Wordt het niet hoog tijd dat minister Nijpels paal en perk stelt aan deze moorddadige zaagwapens die in een land met een natuur ter grootte van een krant midden overdag vrijelijk verkrijgbaar zijn? En volgende week krijgen 1047 20 centimeter meer zaagvlak. En als er 2 boompjes een beetje dicht bij elkaar staan, dan ken ik die in 1 keer. Hup! Moet je er even voor sparen. Maar daarom is het belangrijk dat we er ook met aan het milieu, dat we er aan werken, dat je steeds jonge afstand hebt, dat die weer groot wordt voor de zagen natuurlijk. Want je moet het zagen bijhouden, anders heb je geen slag meer. Dus thuis werken wij wel met zakken overhaard houdt. Dat je die blokjes nog een keer bij jezelf hebt, worden zo klein, bijna geen zagen. Nee, maar er gaat niks boven de natuur zelf omdragen. Wij worden als Nederlandse Zagersvereniging ook erkend als een volwaardige partner door Staatsbosbeheer voor het handhaven van het pomologisch evenwicht. Onder de leden heb ik advocaten, notarissen, doktoren. Dus die mensen weten echt wat ze doen. Dat is een goede zaak. En wij zagen dus alleen wat oud en ziek is en in het belang van de boom zelf om dat bestand dus zo gezond mogelijk te houden. En u doet dat met de hand, neem ik aan? Niet meer. Ik zeg u wel, we hebben doktoren, notarissen, advocaten, wij hebben weinig tijd. Dus wij hebben gekozen in onderling overleg voor de California 18, omdat die er ook bij een geluidstest als beste uitkwam, als aantrekkelijkste. Die heeft namelijk dat hoge geluid, dat vonden wij het prettigste geluid. Nou, en deze act hier staat, die gaat dus om. Die is doodziek, dat kunt u als leek niet zien, maar die gaat tegen de vlakte en 1 november. Nog 14 nachtjes zagen, slapen en dan denk ik dat ik zelf, Neemt u me niet kwalijk, u noemt dit een eik. Dit is toch een beuk, dacht ik. Nou ja, dan ziet u wel aan hoe ver die eigenlijk al heen is. Dat hij dood en doodziek is, dat hij niet eens meer op een eik lijkt. Dus nog 14 nachtjes slapen en dan, Je doet het voor de boom, hè. We moeten vaststellen dat op dit moment dat vraagstuk van de werkloosheid en met name van de moeilijk plaatsbare zo groot is, dat het toch scheef zou gaan lopen. Als je eerst het gaat verhogen, want dan moet je dus ook het wettelijk minimumloon verhogen met alle eraan verbonden kosten. Dat heeft een slecht effect op de werkgelegenheid. Dan kun je zeggen, ja, dat is vreselijk sociaal, want dan hebben een aantal mensen hebben in ieder geval iets meer. Tot zover. En dit zegt dus de man die er prat op gaat, volmaakt klassiek Nederlands te spreken. Een aantal mensen heeft, dat weet iedereen. Maar laten we nog eens even horen wat de minister-president zegt. Want dan hebben een aantal mensen hebben in ieder geval iets meer.
Een aantal mensen hebben iets meer. Goed, over deze en andere vormen van taalverloedering spreken we met de Neerlandicus professor Kipping in de Keek op de Week studio in Bloemendaal. Professor, goedenavond. Indesgelijks, meneer de Bie. Professor, hoe komt het toch dat de heer Lubbers zo prat gaat op zijn vermeend volmaakte taalgebruik? Ik heb in deze wel een vermoeden. Het familiebedrijf van de heer Lubbers heet Hollandia Kloos. En wellicht ontleent de heer Lubbers daaraan de mening dat hij als tachtiger in deze jaren het volmaakte Nederlands spreekt. Maar hoe als ook, ik ben in ieder geval blij dat men zich momenteel drukker maakt om ons mooie Nederlands als om de voetbal. Drukker als? Het is toch drukker dan, neemt u me niet kwalijk? Het is een tijd usance geweest om na een comparatief het voegwoord dan te gebruiken, inderdaad. Maar taal is een levend organisme. En dan taal verandert, als veranderen wij automatisch mede. En wat hebben wij nu zien gebeuren? Dat als en dan elkaar steeds vaker zijn gaan overlappen dan het ware. Dus het mag allebei, zegt u eigenlijk? Ik kan natuurlijk niet zeggen van als en als zijn als en dan gelijk. Dat moment kan ik niet aanwijzen. Maar als, dan, mede, dan zijn straks volmaakt gelijkwaardig. Ja. Als betekent straks hetzelfde als dan? Als is straks evengoed dan. Na een tijd als weet men niet beter meer. Ik zit hier, moet ik zeggen met nadruk, niet dan mijzelf. Als zou ik zeggen, dan ik heel eerlijk was, ik vind mooier als, lelijker als, mooier dan. Ja. Professor, hoe wordt dat dan in samenstellingen? Het blijft toch even als, neem ik aan, zo als? Mag, maar even dan is even correct dan even als. Alleen het Zuid-Nederlandse als dan, toen, dat blijft gelijk. Want anders zouden wij krijgen dan, of dan als, of als. Dat is natuurlijk onzin. Ja, maar neem nu een zin als Jan heeft honger, even dan Piet. Ja, inderdaad. En wat alsnog? Ja. En hoe wordt een zin dan, als de politie staakt, dan gaan de klinkers uit de straat? Dan de politie staakt, als staat korthals Dantes machteloos, is even correct. Korthals Dantes, zegt u? Herstellen, dat is mijn fout. Kort dan altes, moet het zijn. Ja. Kijk, u mag in deze overgangsfase, meneer de Bie, dan u dan nog niet dan als wilt gebruiken, met een gerust hart in dan schrijven, hoor. In dan als indien. Inderdaad, dus in dan het morgen mooi weer is, dus dan wo als mij gunstig gezind is, ga ik naar zekere ter aarde bestelling in Japan. In dan Anton Geesink ook naar Japan gaat. Heel goed. In dan de ex-judo-bobo Anton Geesink, houder van de negende als, naar Japan gaat. Ik zie het probleem eerlijk gezegd niet, meneer de Bie. Laten we dan jeblieft nog wat democratischer denken. Zolang de taal nog een discriminatoire factor blijft, zijn wij nog een heel eind verwijderd van een Nederland, zodan dat ieder zinnig mens voor ogen moet staan, toch? Ja. Professor, ik dank u voor dit gesprekje en graag tot als dan maar. Heel goed. Of tot dan als maar. Is ook correct. Graag gedaan en geen alsk. Goedenavond. Akkoord. Als hebben ik nog een appels te schillen met Lubber. 100 miljoen extra voor het milieu, 100 miljoen voor nieuwe wegen, maar uiteindelijk geen cent extra voor de langdurig werklozen, moeilijk plaatsbaren. En daarover een gesprek met premier Lubbers door Harry F. Krielen in Rotterdam. Harry, begin maar. Krielen, kom er maar in. Wat antwoordt die man? Krielen! Harry Krielen. Je kunt beginnen. Ik ging dus op weg naar Rotterdam. Maar ik bleek na verloop van tijd in de stoptrein te zitten in plaats van in de Intercity. Dat wordt bij die NS ook veel te onduidelijk aangegeven, maar daarover een volgende keer. Ik had premier Lubbers hard aan de tand zullen voelen over zijn plannen, zijn suggesties eigenlijk, om de langdurig werklozen aan de slag te helpen. Het komt er eigenlijk op neer dat de premier zegt, de werkgevers moeten er maar voor zorgen dat die drempel naar beide kanten toe verlaagd wordt. Maar hoe denken die werkgevers daar eigenlijk zelf over? Daarom praat ik met zomaar een werkgever wat misschien veel interessanter is. Ja, het is natuurlijk te gek voor loslopende woorden wat hier gebeurt. Hè? Met name dat wij, die de kar van de economie in de jaren 80 uit de modder hebben getrokken, waarbij wat werknemers over de rand zijn gevallen, dat wij nu moeten zorgen dat die langdurig werkelozen weer aan boord kruipen. Maar goed, ik ken mijn verantwoordelijkheid. De minister-president doet een beroep op mij. Dus ik heb het arbeidsbureau gebeld. Ik heb gezegd, stuur mij 5 langdurig werkelozen. Dan zullen we in een sollicitatiegesprekje wel zien of we die mensen überhaupt kunnen gebruiken. Van Manen, mag ik nummer 1? En wat ik u nu vraag is of u met behulp van deze 3 lucifers een vierkant wil leggen.
Ja, gaat uw gang. Dat lukt niet zo best, hè? Nee, meneer. Nee. En uw tijd is om. Fijn. Dank u wel. Goedemorgen. Bedankt. Mag ik de volgende sollicitant? En het is toch zo simpel, hè? Kijkt u nog eens even hier. Mijn linkerhand klopt, mijn rechterhand vrij. Gaat uw gang. Probeert u maar. Dank u wel. Iets licht klassieks dan wellicht. Gaat uw gang. Fijn, ja. Hoe lang bent u al werkeloos? 6 jaar. Dat dacht ik wel. Dank u wel. Goedemorgen. U hoort van ons. Vijf muntjes, 0 gevangen. Daar gaan we. 1, 2. Gaat uw gang. Dank u wel. Volgende ritme. Fijn, dank u wel. Goedemorgen, u hoort van ons. Nou, u hebt het gezien, hè? Die mensen zijn gewoon te lang werkeloos om nog in het arbeidsproces te kunnen worden opgenomen. Ik wil alles, maar zij kunnen niet. Men wil dus aan deze kant wel, maar het kan eenvoudig niet. Dit was Harry Kriele. Nee, Kriele, Kriele, ho, 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 ho. Wat is dat voor een krankzinnig bedrijf van die meneer Kraan? Wat is dat nou? Ja, kom op. Dit is een heel groot bedrijf waar ja, van alles omgaat. Ja, moet je luisteren. Van alles. Harry, hoe? Harry, die meneer Kraan, hoe kom je eraan? Dit is een bedrijf van mijn zwager, ja, die zo precies bereid was om voor Kijk op de Week zijn kijk op de zaak te geven. Nee, dit was Harry. Nee, Kriele, ho, jij hebt dit in scène gezet. Dit is een fake reportage en ik vind al die reportages van jou aan de flutterige kant. Ja, ja. Jij bent te hoog gekwalificeerd voor Keek op de Week. Ja. En ik hoop dat je boventallig bij Veronica terecht kunt. Nee, moet je luisteren. Die kan zo niet, hoor. Dit is een ingroeimodel. Ja, het is een werknemer. Hè. Wij moeten als werkgever juist het sociale beleid voeren dat we tegen een volwaardig minimumloon hem de kans geven om zich te... Voor hem honderden andere reporters. Dat weet ik wel, in 1992 gaan de grenzen van de satire open. Hij zit met zijn alimentatie. Wat dat dan allemaal op ons afkomt. Harry, moet je luisteren. Omstandigheden is er inderdaad met name een en ander misgelopen, ja, maar dat zou ik beloof denk, jullie, een contact heb ik al, dat ik volgende week een openhartig gesprek zal hebben en dan meer op de brutale manier van ISGA. Aha. Met de nieuwe commissaris van de Koningin in Drenthe. Meijer. Ja, precies. Okay, Jan? Nee, Wim Meijer. Dr. Anders Meijer. Ja. Dit was Harry Kriele. God allemachtig, je hebt gelijk, ja. Het is niet... Mooi. Hoe diep zijn we de afgelopen weken in Nederland weer gezonken? Onder de grond in Amsterdam is geen metrokaart meer te koop. Bovengronds kijkt de politie demonstratief een andere kant uit. Maar, Wim, met name water en lucht zijn schoner als voor de troonrede. Niet als? Tot de volgende keer. Niet dan. Blijf niet dan. Niet als? Ja, nee. Niet dan.